Hi iedereen en welkom bij mijn OnePlus 8 Pro video. Ik heb van de week mijn nieuwe telefoon ontvangen en ik wil jullie graag een paar dingen laten zien. Ten eerste de geweldige kleur. Ik heb hem in Glacial Green, heet de kleur. En kijk hoe geweldig. My god. Wat je erbij krijgt in het doosje is een hoesje. Ik zal hem even laten zien. Hij is van silicoon. Hij is echt stevig aan de uiteindes. Wat het een heel fijn, tof hoesje maakt. Wat jij nog meer bij krijgt, is de oplaadkabel. Het is een type C. Compatible. Type C, hartstikke goed. Met het connectiepunt. Voor het instopcontact. Oké. Ik ga jullie een paar dingen laten zien over het instellen van dingen, hoe je dingen kunt veranderen, thema's, camera-instellingen, kleuren. Als je hier op de zijkant op het knopje klikt, gaat hij naar het lockscherm. Ik heb mijn fingerprint al ingevuld. Zo. Dan zijn we hier in het beginscherm. Wat we gaan doen is de resolutie. Instellen. Gaan we naar scherm, geavanceerd. Kun je hier de schermcalibratie, natuurlijk staat hij nu. Ik zet hem op levendig, want dat geeft het net iets meer een boost qua kleur. Zo. Resolutie, FHD+. Ik heb hem op FHD+, omdat hij dan net wat minder batterij verbruikt. Dan hoef je hem niet gelijk weer aan de oplader. Wat trouwens ook super snel gaat met de OnePlus 8 Pro. Dat die opgeladen is in 30 minuten. Gaan we weer terug. Kun je hier de helderheid aanpassen. Dat heb ik op automatisch gezet. Dus hij past zich automatisch aan. Gaan we hier naar nachtmodus. Als je die inklikt, geeft hij een soort van sepia effect. Dat is fijn voor als je 's avonds last krijgt van je ogen. Zo. Doen we die zo. Heb je ook nog een leesmodus? Nou, die gebruik ik niet, want ik lees geen boeken of dat soort dingen op mijn telefoon. Dan heb je echt een e-reader. Dit zijn ook allemaal weer dingen die je kunt aanpassen. Even kijken. De statusbalk. Dat is de balk hier bovenin. Kun je bijvoorbeeld de batterij verborgen? Kun je hier een cirkel of gewoon als balkje? Ik heb ervoor gekozen om hem weg te laten, aangezien het percentage van de batterij die staat er ook al. Die kun je namelijk ook nog weghalen. Netwerksnelheden vind ik wel fijn, dat is iets nieuws. Mijn vorige telefoon was de Sony Xperia. Nou ja, dit is zo'n upgrade. Dus het is wel leuk om dit soort dingen erop te hebben. Hier heb je pictogrambeheer. Het pictogrambeheer kun je ook allemaal naar persoonlijke voorkeur instellen. Kun je weglaten of toevoegen. Gaan we terug naar aanpassingen. Hier kun je het thema instellen wat je zelf het prettigst vindt. Nou, ik ga gelijk hier even naar toon. Kijk, zoals je ziet staat hij hier op licht. Kun je hem ook nog kleurrijk. Houdt in dat je de icoontjes kleurrijk hebt in het scherm. Ik vind het zelf fijn om een donker thema te hebben. Hij geeft net iets meer rust aan de ogen. Zo. Gelijk al zo'n verschil. Accentkleur heb ik in het beetje mintkleur groenig gedaan vanwege de telefoon zelf. Dus die laat ik zo, maar die kun je zelf ook helemaal instellen zoals je zelf wil. Dan heb je hier de systeempictogrammen. Kun je kiezen voor rond, vierkant, een traanvormpje,
Ik heb hem zelf gewoon in het rond gezet. Heb je hier nog... Kun je ook nog allemaal instellen, pictogrampakket. Allemaal naar persoonlijke voorkeur. Als je nu met je vinger over het scherm naar links, dan gaat hij terug. Dat is de terugfunctie. Ik sleep hem nu van boven naar beneden om de bovenste balk open te halen. Kun je hier kiezen voor het potloodje? Kun je hier nog een aantal icoontjes selecteren die je bovenin wilt toevoegen? En als je hem dan weer... Als je hem dan weer dichtzet, hier zie je de eerste 6 die je het meest gebruikt. Die zou ik dan bovenin zetten. Bijvoorbeeld ja, de wifi, bluetooth, de zaklamp, het kantelscherm. Wat ik zelf ook prettig wel vind is soms de locatie. Die gebruik ik ook best vaak. Af en toe is de hotspot, maar niet heel vaak. Dit kun je hier allemaal instellen en veranderen. Dan heb je hier op de zijkant van het toestel heb je nog een leuke switchknop. Waarin je de modus verandert naar stil, vibratie of gewoon op geluid. Ik heb hem zelf altijd op stil. Ja, dat is persoonlijke voorkeur. Even kijken, dan gaan we nu naar het instellen van wachtwoorden. Even kijken hoor. Hier. Apparaatbeveiliging. Je kan een pincode invullen, heb ik al gedaan. En ik heb 1 vingerafdruk ingesteld. Zo. Je kan ook gezichtsontgrendeling doen. Dan vind ik dat zelf niet zo heel prettig, dus ik hou het gewoon bij de vingerafdruk. Die kan je trouwens ook nog aanpassen. Dat ga ik eventjes laten zien. Kijk hoor. Nee, aanpassingen. Ja, dat moet hierbij zitten. Ja, hier, vingerafdruk. Ik heb hem nu op Cosmos, vind ik wel leuk. Je kan ook energie, een soort ja, ripple heet het, of streep, of gewoon helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk dat ze dit soort kleurrijke dingetjes gemaakt hebben. Het doet allemaal net even iets meer met het toestel, vind ik. Zo. Gaan we weer terug naar het hoofdscherm. Nog een keer. Als je hem nu van onder naar het midden sleept en je houdt hem gepauzeerd, zeg maar, komt hij in het scherm dat je alle tabs die je open hebt gemaakt, kun je allemaal verwijderen. Dus dan neemt hij ook weer wat minder batterij. Nou, ik had er maar eentje open, dus het was maar eentje die ik weg hoefde te doen. Hier met de klok is het leuke dat nu de 1 die in het rood zichtbaar is, dat is overdag en als het dan 's avonds is, is hij gewoon wit. Dat vind ik ook wel een leuk extra dingetje van de OnePlus. Nou jongens, dit was mijn allereerste YouTube video. Het is misschien hier en daar een beetje dat je denkt van nou, wat doet die nou? Maar ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En hopelijk tot de volgende video en mijn nieuwe avonturen. Doei doei!